twee, denk ik. We hebben Mario en Luigi. Die gaan meeluisteren. Dit is trouwens mijn kansvis. Luppy. Dag lieve kindjes. Vandaag ga ik een verhaaltje voor jullie voorlezen. Dus kom er gezellig bij zitten, want we gaan beginnen. Dit is het boek dat ik voor jullie ga voorlezen vandaag. Het is van Bellebeer en de titel is Het cakeje van oma. Laten we beginnen. Belle mag naar oma Beer. Belle vindt dat heel fijn. Oma heeft beloofd om samen met Belle cakejes te bakken. Dat is berengezellig. Het hele berenhol ruikt dan zo lekker. En Belle is gek op cakejes. Dag Belle, zegt oma. Ik ben zo blij dat je er bent. Gaan we cakejes bakken, oma? Vraagt Belle. Natuurlijk, knikt oma. Dat had ik je beloofd. Weet je nog wat we nodig hadden? Vraagt ze. Belle knikt. Bloem, eitjes, boter, suiker en schone pootjes, lacht Belle. Heb je ze al gewassen? Vraagt oma weer. Belle knikt. Oma pakt de weegschaal. Zo kunnen ze samen wegen hoeveel ze nodig hebben. Eerst wegen we de boter, zegt oma. En dan mogen de eitjes erbij. Goed, Belle, knikt oma. Jij mag vastroeren. Ondertussen breek ik de eitjes. Belle vindt dit zo leuk. Mag de suiker er al in? Vraagt Belle. Ja hoor, knikt oma weer. Wil je dat even doen? Dan zal ik verder roeren. En nu nog de bloem, zegt Belle. Met een grote klopper mengt oma alles door elkaar. Kijk oma, er komt een wolkje uit de bloem, roept Belle. Ja, ik moet voorzichtig roeren, lacht oma. Mag ik even proeven, oma? Vraagt Belle lief. Natuurlijk, zegt oma. Als je iets klaarmaakt, moet je het zelf altijd proeven. Het deeg smaakt beren lekker. Ik zal nog een appel schillen, zegt oma. Dat doen we bij in het deeg. Smult Belle weer. Appelcakejes. Samen zetten ze de vormpjes klaar. Oma doet een beetje deeg in elk vormpje. Belle legt er wat stukjes appel op. Oma doet dan weer een beetje deeg over de appeltjes. Oma zet nu de vormpjes op een bakplaat. Ik zet alles in de oven, Belle, zegt oma. De oven is nu heel warm. Dan moet je voorzichtig zijn. Help je mee alles opruimen? Vraagt oma. Belle knikt. Samen wassen ze alles netjes af. En dan zijn de cakejes klaar. Wat ruiken ze lekker? Belle zou er al graag eentje opeten. Nee, we gaan de cakejes nog versieren, zegt oma. Oma mengt een beetje eiwit met veel poedersuiker. Zo maakt ze het glazuur. Dat smeert Belle dan op de cakejes. Wat mag ik erop strooien? Vraagt Belle. Wat je maar wilt, zegt oma. Belle strooit hagelslag en kleine snoepjes op het glazuur. Oma neemt de suikerhaartjes erbij en nu zien de cakejes er prachtig uit. Ik denk dat opa ook wel zo'n cakeje lust, zegt oma dan. En mama en papa ook, zegt Belle. Het wordt een berengezellig cakejesfeest. Wat ruik jij lekker, snuffelt mama Beer. Net een cakeje, zeggen papa en opa Beer. Jij bent mijn allerlekkerste berenkeekje, lacht oma. Dat was het boekje van Bellebeer en het cakeje van oma. Ik hoop dat jullie het net zo leuk vonden als mij. Volgende week post ik weer een video met dit keer een ander verhaaltje dat ik voor jullie ga voorlezen. Dus blijf zeker kijken. Nog een kleine tip. Misschien vinden jullie het leuk om
thuis ook eens een kijkje te bakken, zoals Bellebeer. Samen met jouw mama, jouw papa, jouw grote zus, broer of andere familieleden. Laat het vooral smaken. Ik zou het heel leuk vinden als jullie dit verhaaltje van maandag tot en met vrijdag minstens één keer bekijken en beluisteren. Want dan is het net zoals we het in de klas deden, elke dag 15 minuten lang het verhaaltje van de week voorlezen. Als laatste wil ik alleen nog even terugblikken op de belangrijkste woorden uit het verhaal. En die ga je nu zien. Bedankt om te kijken. Volgende week maandag ben ik er weer met een nieuw boekje.